voor de vierde keer heeft burgemeester Adriaan Ogendoor geoogst. Hoe is dat elke keer voor u om dat te doen? Ja, het roggen maaien is op zich natuurlijk wel een mooi symbool voor het oogstfeest. We hebben elk jaar begin augustus het oogstfeest bij het Boerderijmuseum. En dat vind ik op zich sowieso wel een heel mooi initiatief. Het Boerderijmuseum is natuurlijk een fantastisch museum waar het landleven, het agrarische leven mooi wordt uitgebeeld. Maar het is ook goed om in de praktijk te laten zien waar is eigenlijk dat landleven voor bedoeld. Agrariërs die zijn heel belangrijk als het gaat om de voedselvoorziening in ons land, maar ook voor de export naar andere landen. En het oogsten hebben we vaak helemaal geen beeld bij. En het roggen, nou, daar wordt natuurlijk brood van gemaakt. Dus het oogsten van het roggen, het maaien van de roggen is daar wel een mooi symbool in. En vandaar dat dat steeds als openingshandeling aan mij wordt voorgesteld om te verrichten. Dat heb ik nu 4 jaar op rij gedaan. Ik heb ze alleen net wel uitgedaagd om volgend jaar iets anders te laten doen. Want het landleven heeft veel meer te bieden. Volgend jaar weten we dus nog niet wat u gaat doen. Dus komen we volgend jaar gewoon weer terug. Zo is dat. Dus een extra uitnodiging om volgend jaar er weer te zijn. Gaan we doen. Okay. Succes vandaag. Dank u wel. Wat maken we van de roggen? Brood. En dat hebben we heel erg nodig, hè? Anders kunnen we niet leven. Allemaal brood. En leuk dat jullie je boerinnetjes zijn. Echt waar, ze mooie kleertjes aan. Ik sta hier naast boer Henk. Ja. Boer Henk, kinderarbeid is al heel, heel lang verboden. Ja. Maar ik zie dat die kinderen net volop aan de arbeid waren. Nou, het is voor hun een ontspanning. Het is niet meer een arbeid. Vroeger was het kinderarbeid, maar nu is het een ontspanning. Maar vroeger moesten de kinderen ook, van die leeftijd, moesten allemaal mee naar het land. Toen hadden ze het nog niet over kinderarbeid, maar die gingen gewoon allemaal mee. En die hielpen de boer en de boerin. En de hele dag door. En nu hebben we nog betrekkelijk mooi weer. Ook niet zo erg scherpe zon. Maar ik weet nog van vroeger dat er enorm warm was. En dan tussen die heggen, en dan waren er allemaal blinde hazen, noemen ze dat. Oh ja. En die staken je. Nou, dat was niet zo'n pretje. Nee. Hebben jullie last gehad van blinde hazen? Nee. Weten jullie wel wat het zijn? Ja. Steekvlieg, hè? Hoe vonden jullie dit om dit te doen? Oh, ik vond het wel leuk. Ja, hebben jullie dat vaker gedaan? Vorig jaar nog een keertje. Vorig jaar nog. Als zij goed hun best doen, dan krijgen ze een diploma. Okay. Want ze hebben nou wat bossen gebonden. En dan daarna gaan ze het aan schoven zetten, zoals het daar staat. En want die blijven dan 2 weken staan om aan te rijpen en dan worden ze opgehaald. En dan was er vroeger dorstfeest, want dan moest het gedorst worden en dan de hele buurt hielp allemaal. Dat was burenplicht. Nou hebben ze het wel over Oldebroek voor elkaar, maar dat was toen al. Iedereen hielp elkaar. Ja. Ja. Dus dan krijgen jullie een diploma? Ja. Oksen zit hem toch boven de knie, dus het is een hele zomerhoedje op. En ze hebben allebei een striepte boordje aan. Dat is een hemd, rood, wit, blauw gestreept. Vroeger in de oorlog, als je niet mocht vlaggen, dan ging de Urker, was heel inventief. Wat deed hij? Die hing een streepte baadje. Rood, wit en blauw zat erin. Die hing een witte onderrok. Hij wil niet echt, of wel? Nee. Hoe is jouw naam? Johan. Johan, en wat ben je precies aan het doen? Gewoon met een kalfje oefenen. Wat moet zo'n kalf precies kunnen doen dan? Nou, 2 rondjes... lopen en dan bij de jury opstellen. Ja, heb je dat ook al gedaan? Ja. Ja? Nou, en wat zei de jury van jouw kalf? Dat het een mooi kalf was. Mooi kalf was. Vind je zelf ook? Ja. Ja, is ook een beetje lief? Ja. Hij wil niet zo goed luisteren, of wel? Nee. Nee? Maar hij is toch klein, hè? Ja. Nou, succes vandaag. Ja. Ik sta hier even bij een bezoeker. Hoe heet jij? Maarten. En wat doet Maarten hier? Vind je het hier leuk? Ja. Ja, kan Maarten hier een beetje dichter bij me komen? Durf je nauwelijks aan te pakken? Je hebt zo'n mooie witte blouse aan. Nee. Ja, die staat je mooi. Wat kom je vandaag hier doen? Kalf oefenen. Kalf oefenen. Heb je dat ook al een beetje gedaan? Ja? Vind je het niet eng? Nee. Nee? Helemaal niet eng. Hey, en is dat jouw broertje? Ja.
Ja, dat dacht ik al. Die heeft ook al zo'n mooie witte blouse aan. Ik sta hier naast de arf. Oh, ja, scheidsrechter kan ik wel zeggen. Nou, zo heet het dan. Arbiter heet het officieel. Arbiter. En dat betekent dat ik uiteindelijke beslissing zal moeten nemen als de juryleden er samen niet uitkomen. Nou, dat gebeurt gelukkig niet veel. Maar het kan soms zijn dat twee juryleden er net iets verschillend over denken. En dan moet de doorslag gegeven worden. Ja, want wat is hier nu de bedoeling van? Nou, je ziet hier de kalfjes. Die worden beoordeeld op exterieur. Dat is hoe ze eruit zien. Ja. Maar het mooie is, het element wat hier gebeurt, is dat ze beoordeeld worden op het voorbrengen en het toilet. Nou, het voorbrengen, dat is hoe de geleider het kalf voorbrengt, het presenteert. Nou, er is een bepaalde regel voor afgesproken hoe ze dan moeten lopen. Maar ook de kennis van het kalf wordt gevraagd. Maar ook hoe ze er zelf bij lopen. Dus het is het hele geheel van hoe de begeleider met het kalf omgaat en hoe hij zich presenteert aan de jury. Vandaar die mooie witte bloesjes die ik net zag. Ja, het is, wordt er ook net weer bij. Ja. Om het totale plaatje, dat maakt het dan net mooi. Ja. Okay. Ja. En hoe gaat het vandaag? Nou, het gaat heel goed. Het niveau hier in Oldebroek is altijd op een hoog niveau. Je ziet ook dat de jaren heen steeds nog bijgeleerd wordt. Ja. Nou, en de betere deelnemers van deze keuring hier, die dan plaatselijk is, die mogen door naar een provinciale wedstrijd. En nou ja, dat is dan weer een competitie op zich. Dus op dit soort keuringen, die gebeuren meer in het land. En met name op Overijssel, Gelderland zijn provincies waar het toch heel veel gebeurt. Ja, want heel veel kinderen, dus het leeft wel bij de kinderen. Ja, je ziet dat de jonge kinderen, die vinden het vaak heel mooi. Ook al gestimuleerd vaak door de ouders. Nou, en de echte liefhebbers, die zie je ook vaak wel doorgaan naar ouderen. En we hebben nu een aantal deelnemers van 4, 5, 26 jaar die nog steeds meedoen. En die doen dan mee met een pink. En pink is dan een dier van tussen een jaar en twee jaar oud. Nou, en er zijn weer andere richtlijnen voor en spelregels. Maar de echte liefhebbers, die gaan daar nog steeds weer in door. Wat doen jullie hier? Nou, ik ben niet ter opluistering. Ter opluistering? Wat zijn op en wat houdt het in? Nee, we komen hier voor de kleinkinderen. Met die mooie witte blusjes aan? Ja, die doen mee in de keuring, ja. Ja, jullie springen helemaal ook bij komen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. En wat vinden de dames ervan? Ja, leuk. Ja? Ja. En waar komen jullie speciaal voor? Ja, de koeien. Voor de koeien? Ja. Niet voor de leuke, jonge mannen? Oh, die heb ik al dus. Oh, die heb je al? Ja. Oké. Die is er niet bij hier? Als de morgen komt en het zonlicht de aarde weer aan, kijken de mensen omhoog waar die machtige Gera ontstaat. En eenzaam vervolgt een witte condor zijn reis. Als een groet aan de zon klinkt dan de oude wijs. Nou van? Ik wil geniet. Van geniet, maar je staat zo stil. Iedereen zit zo stil. Ja. Echt een eigen om, maar dat hebben ze nog niet echt. Nee. Maar je vindt het wel mooi. Ik vind het wel mooi om te horen, ja. Mooi. Waarom komt u hier? Waarom kom ik hier? Ik ben hier de meeste jaren ga ik hier met mijn dochter naartoe. Die vindt het heel mooi. Ja. En elk jaar hoef ik voor mij persoonlijk hier niet naartoe. Maar, Ze gaat elke keer mee, dan geniet het er toch van. Ik vind het heel leuk, al die oude ambachten en zo. En, dat, En al die verklede mensen. Ja, het is toch elk jaar weer iets anders. Ja, dat is het zo. Ja. Als je in komt. Ik
nog, ja. Dit is, ja. Daarom is het ook zo lekker. Ja, maar dat weet ik nog vorig jaar, dat gaf je de raad. Ja, daarom is het melk van de koe. En niet uit het pak, weet ik nog. De echte koe. Ja, nou gaat goed met de met koeien, wil ik zeggen, maar met de pannenkoeken. Zie maar, ze zien er lekker uit, hè. Dat smaakt ook lekker, want ik heb er net één gehad. Kijk, goed zo. Dat is een goede reclame. Ja, hè. Dat moet ook echt niet te overtreffen. En het allemaal door melk van de koe. Precies. En dat vergeet jij nooit. Ik vergeet het nooit meer. En volle melk. En volle melk. Oh, giet goed. Giet goed. Ja? Ben je nog niet zat? Nee, valt me mee. Jouw verleid er al op. Eentje. Eentje nog maar. Oh, dat is niet veel. Nee, maar doe het niet, want jij mag nog aan de lucht. Nog aan de lucht. Ja, dit staat boven. Ja, dit staat niet, ja. Ertensoep, dames. Ja hoor. Nee hoor, we hebben krutmoes. Hey, krutmoes, oké. Okay. Krutmoes met kool of warm? Kold. Kold, waarom met het kold? Dat is lekkerder. Ja, is het warm niet lekker? Nee hoor. Ja. Sommige mensen vinden het warm zo lekker. Ja? Ja. Doe je dat zelf in die koeltas of? Ja. Of eet u er ook op? Nou, ik had met de braderie, had ik toch een kook, hè? Ja. En toen had er iemand zo zijn bak in één keer leeg. Zo, dat was zo lekker. Oké, okay, ik lus alleen de worst eruit, maar dat mag niet, hè? Nou, vooruit. Lekker vers krentenbrood. Heerlijk, of niet? Lekkere verse koffie, neem ik aan. Ja, heerlijk koffie. Ja, hoe lang staat u hier al? Vanmorgen 7:30 af ben ik hier al. Continu koffie. Met dit warme weer wordt ook goed verkocht. Ja, heel veel. Ik heb een missie van 7 ketels vol gezet waar 60 koppen in gaan. Zo, we gaan hem nu proeven. Bedankt. Ja? Goed zo. Nou, hoe smaakt het? Uitstekend. Ja, komt u hier vaker? Nou, elk jaar. Maar het is maar één keer in het jaar. Ja, en wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig mooi. Ja, wat trekt u elk jaar zo aan om hier te komen? Je moet toch ergens naartoe om vrije zaterdag. Ja, er zijn meer dingen. Maar waarom speciaal hier deze boerderij? Nou, ik vind het leuk. Ja, ja. Ook elke keer weer vernieuwen, of zeg je toch nog elk jaar dezelfde dingen? Dit eigenlijk weer, ja, eigenlijk weer hetzelfde. Ja, ja, ik overval ook zo heerlijk, hè? Lekker betaalde en dan krijg je die look onder je neus. Ja. Ja, nou, heel veel plezier vandaag en eet smakelijk. Ja, dankjewel. Ja. Ik sta hier bij Gerrit Kracht. Gerrit Kracht, je staat hier bij een of ander apparaat. Wat is dat precies, een apparaat? Dit apparaatje, dit is op zich heel mooi om te vertellen. Het is een soort molen, net zoals, zoals u vroeg de oude molens, de windmolens zag. Ja? En die maalt het graan. Nou is dit dus niet zo heel groot. Dit is eigenlijk nog een overblijfsel van mijn eigen grootouders die dit in de oorlog gebruikt hebben om zelf brood te bakken. Ze verbouwden zelf het graan en dan gingen ze voor eigen gebruik, gooiden ze hier de tarwe in en dan kwam, ja, dan maal je met twee molensteentjes die erin zitten. En dan kwam het eronder weer uit en dan konden ze brood bakken. En dan konden ze brood bakken. Er komen straks allemaal kinderen die komen dit doen, of waarom sta je hier precies? Nou, we staan hier om het graan te dorsen. We hebben hier roggen gemaaid en dat wordt straks, ja, tegenwoordig gebeurt dat met die grote machines, met een grote combijn. En dat doen we nu niet. Dit is, nou, staat er ook op, hij is van 1938, is deze machine gebouwd. Dat is een dorsmachine. We gooien, tarwe komt er bovenin, of de roggen. Komt er bovenin, dan zitten er in de machine allemaal zeven en die schudden alle kanten op. En dan, dat wordt in eerste instantie, worden dus de korrels eruit gehaald. Dan krijg je dit, nou dit is toevallig even tarwe. Ja. En hier zit dan nog een korrel. Nou dat wordt eruit geschud. Dan komt het stro, komt er aan de achterkant weer uit, dat wordt daar opgeperst. En dan het zaad, dat komt er aan deze kant weer uit. Ja. En dan wordt dat nog weer opnieuw gefilterd, of ja, door de zeven. En dan komt het gewas zelf, door in dit geval de roggen, komt hierin. Dan komt hier een zak aan te hangen. Komt de roggen in te zakken en dan in deze zak, kan ik wel even laten zien, dan komt het onkruid in. Oké. Okay. En dit is afval. Ja. Ach, ziet er nog wel dat uit. Wordt zo uitgezeefd. Ja. Heb ik hier ook wat liggen? Nou, en dit is het gewas zelf. Ga ik toch even vragen, meneer, wat bent u precies aan het doen? We gaan zo'n kip maken. Dit wordt een kip? Kip. Oké. Okay. Als lam. Oké. Okay. Het systeem is eigenlijk veel eenvoudig. Je maakt balletjes. Die druk je daarin. Druk hem plat. Dus iedere keer kleine stukjes.
En dan draai je hem om. Je schuift hem iets door. Straks ga ik dit netjes dicht wrijven zo. Ja. En ik werk net zo lang door dat ik er nog net met mijn vingers in kan. En dan heb ik een bal. Ja, maar je lijkt nu op het hoofddeksel van Calimero, hè? Ja. En die bal, daar kun je alles mee doen. Je kan er een kip mee maken, je kan er een kop voor zetten van een poes. Ja, op die manier ga je dat allemaal opbouwen. En hoe lang doet hij erover om zo'n kip te maken? Een uur of drie. Een uur of drie? Ja. Oh, valt mee. Ja, maar we doen het al wat langer dan vandaag. Ja, dat zal ook best, ja, als ik dat zo bekijk. Mevrouw Loper, een hele mooie klededracht. En ik zou graag even...